Maak een applaus, dames en heren, voor de man uit Frans-Guyana, Daniel Kandem. Hij draait vanavond vanuit de blauwe hoek. Zijn tegenstander, die vandaag zal draaien vanuit de rode hoek, komt uit voor Team Eiffel Suriname, Anthony Nesty Sporthal. Make some noise voor Mitchell Wilson. Mitchell Wilson, representing Suriname Team Eiffel. Hij draait vanuit de rode hoek. Welkom terug, live vanuit de Anthony Nesty Sporthal. De Pan Am Games die u hier live ziet. En naast mij zit Andy Atomang. Hij heeft gisteren gevochten. Andy, hoe voelt het aan? Nou, het voelt heel lekker aan. Vooral als je op TKO wint, voelt het nog lekkerder aan. Want je hebt keihard gewerkt. Sowieso maanden, weken, tijd erin gestopt om te trainen. Nou ja, voelt heel lekker aan. Goed, we kijken naar Mitchell Wilson tegen Daniel Camden. Mitchell is van ons en Camden is de Frans-Guyanese. Goed. Even aftasten. Die Mitchell Wilson is wel een hele goede bokser. Mm-hmm. Ja, ik heb van de beste bokser van Suriname. Dus Camden is toch wel gewaarschuwd? Ja. Nou, hij gaat voor de aanval. Ja. En wil waarschijnlijk heel vroeg gaan, dan moet je wel voorzichtig zijn. Ja, ja. Handen hoog en blijven kijken, niet naar beneden. Niet naar beneden kijken. Mm-hmm. Want die Mitchell Wilson is een hele sterke fan. Sterk. Ja, ja, ja. Nou, en daar glijpartijtje. Goed, het gevecht wordt vervolgd. En eerste ronde waarbij beide vechters toch wel kiezen voor de aanval. En hier met een trap. Ik zou wel zeggen dat die jongen van Frans Camden, mm-hmm. Hij zou wel meer naar links moeten stappen, want Mitchell Wilson staat rechts voor. Ja, ja. Dus hij zou wel meer naar links moeten stappen en rechts aanvallen. Mm-hmm. Okay. Goed, de eerste ronde is het nog steeds een beetje moeilijk in de hoek gedrukt en moet hij zien uit te komen. Nou ja, hij moet gewoon wegstappen. Ja, moet gewoon wegstappen. 10 seconden. Blijven staan. Voor iemand als Mitchell moet je never mee blijven staan. Oeh, als de elleboog. Einde van de eerste ronde. Een beetje verrast door Camden. Nog even het zijn van de referee en there they go. No glove touches. No. Goed, even aftasten hier en kijken wie de eerste stoot geeft of eerste trap. Mitchell gefocust, zo ook Daniel Camden. Daniel is wat langer, hè? Ja, hij is langer. Ja. Toch wel voorzichtig zijn daar. Ik zou zeggen van eerst stoten dan trappen. Ja. Niet gewoon uit het niet strappen. En meer gaan bewegen, die Camden. Ja. Meer gaan bewegen. Nou, hier gaan beide ervoor. Nou, links stoot, rechts stoot nog niet. En geen van de vechters durft het risico te nemen om elkaar aan te vallen. Ja, dat is dat. En dan raak je ook open. Hè? Hier, dat was een mooie. Ja. Dat is een mooie lieve trap. En je ziet dat het bereik van die linkerstoot zat. Hij zat er goed in, hè. Hij gaat voor het gezicht. Ja. Ja, wat mooie combinaties van Wilson. Mitchell heel Wilson. Mooi gedaan. Camden die werkt zich eruit. Mitchell Wilson met de rode gloves en Camden van Frans-Guyana met de blauwe gloves. Het trapt naar het gezicht. En Wilson gaat aan de grond. 10 seconden. 10 seconds to go in this round.
stoot nog net voor het einde van de tweede ronde. En ja, hij trapt hem, hij vindt hem ook. Dat is mooi. Even een onbewaakt moment van die Camden. En de arbiter checkt dat hij helemaal in orde is. Gefocust, yes. En einde van deze ronde. He wasn't saved by the bell. Dat gaat niet op. Nou, je zag dus dat Wilson beter gefocust was in deze tweede. Ja. De derde ronde. Wordt even bekeken. Je ziet duidelijk het lengteverschil van Camden. Zijn bereik is wat beter vergeleken met Wilson. Maar Wilson die gaat voor precisie. En die Camden moet nu echt goed gebruik gaan maken van zijn lengte. Mm-hmm. Maar dat doet hij niet. Ik denk dat hij ook een beetje waakzaam is voor die... Daar een mooie rechte knie. Ja. Ja. Zijn elleboogcap moet in orde zijn. Nou, hij wacht even af. Laat Wilson komen. Ik denk dat hij dan voor opening naar een opening zoekt. Wilson met een raker rechts. Camden die antwoordt terug met een links en een rechts. Oh, dan mist hij even. Oh, daar. Naar de elleboog. Dit is heerlijk om naar te kijken. En een mooie combinatie van Wilson. Getrapt, gestoten. Naar het gezicht. Camden die is in het hoek gedrukt. Wordt het een... ja, no. En dan is het een mooie avond voor Mitchell Wilson. Maar hij gaat niet door. Hij gaat niet door. En je hoort het publiek, die gaat helemaal los voor Mitchell Einde Wilson. Einde van dit gevecht, dames en heren. Nou, net wat ik zei, Mitchell Wilson is een sterke fan. Ja, ja. Ik denk dat hij een aardige body punch heeft gehad. Dat alle wind uit hem heeft geslagen. Ja, een korte handdruk. Van deze partij is geworden. De vechter die gedraaid heeft vanuit de Rode Hoek representing Suriname. Mitchell, Mitchell Wilson. Wilson met de overwinning. Mooie overwinning, hè? Overwinning, ja. Ja. Dan krijgt hij nog de felicitaties van Jason Felix.